leden van de fanfare, sympathisanten, iedereen die hier aanwezig is, zonder iemand te willen vergeten natuurlijk. Het is niet de bedoeling om weer een grote redenvoering te gaan houden, maar wel om jullie vereniging eens goed in de bloemetjes te zetten. En dat dat een feestjaar is, dat zullen we geweten hebben, want 150 jaar is toch een mooie leeftijd. We hebben het er even over gedaan. Heel wat generaties muzikanten die het feesten in Zandvliet en omstreken mochten opvrolijken met hun kunnen. Anno 2018, als ik goed ben ingelicht, bestaat jullie vereniging uit een 70-tal muzikanten en 200 leden. Dus minus afgerond, hè, met een natte vinger. Het levende wijs dat het verenigingsleven in onze polder nog lang niet dood is. Dat het bestuur onze muziekvereniging een warm hart toedraagt en een performance op prijs stelt, voor zo'n mooi Engels woord te gebruiken, uit zich in de muziekconvenanten die we met jullie hebben afgesloten en ook met jullie andere collega's van de andere verenigingen. Als tegenprestatie, maar ook als blijk van waardering, luisteren jullie tal van evenementen en herdenkingen op in samenwerking met het district. Waarvoor nogmaals dank. Dit buiten jullie eigen activiteiten en jullie eigen uitstappen. Zonder namen te noemen beschikken jullie ook over een gedreven team dat zich naar aanleiding van deze verjaardag belangeloos inzet om met steun van het district allerlei feestelijkheden te organiseren. Verbroedering staat volgens mij dan ook voor kracht, optimisme en vriendschap. Een retrodag op 1 juli onder andere, een prachtige tentoonstelling, het digitaliseren van oude geluids- en beeldmaterialen, een feestmagazine en ga zo maar door. En zeker niet te vergeten, en iedereen moet dat toch eens proeven, het fanfarebiertje. Kortom, alle ingrediënten zijn er om nog eens 150 jaar bij te doen. En vooraleer ik het woord geef aan jullie voorzitter Marcel, sluit ik af om namens het volledige bestuur jullie nog eens extra te feliciteren met jullie 150-jarige bestaan. En ik zou zeggen, geef jullie zelf gerust een applaus hiervoor. Namens de fanfare dank ik het district voor de uitnodiging op het oud gemeentehuis van Zandvliet. Dit huis dat heeft toch wel een speciale betekenis in de ontstaansgeschiedenis van onze fanfare. Ongetwijfeld is het hier dat in 1868 de eerste gesprekken gevoerd werden in deze kamer over het idee om een fanfare op te richten in Zandvliet. De eerste voorzitter van de fanfare was dan ook niemand minder dan de burgemeester, de heer Verlinden, van Linden, en de eerste secretaris was de gemeentesecretaris, de heer Snakke. En ook nu nog mogen wij ervaren dat de gezagsdragers van de gemeenschap de cultuur een warm hart toedragen. We zijn dan ook zeer dankbaar voor de logistieke en financiële steun die we mogen krijgen tijdens dit feestjaar. En we hopen dan ook dat deze gang van zaken mag bestendigd worden in de toekomst. Dat onze fanfare 150 jaar bestaat, is de verdienste van heel veel mensen. Niet in het minst van hen die er op dit moment niet meer bij kunnen zijn. Van de oprichters tot zij die momenteel hun schouders onder de vereniging zetten, hen allen moeten we heel dankbaar zijn. De volksmuziek is het cement van de gemeenschap. Zowel bij blije als in droeve momenten heeft onze fanfare haar steentje bijgedragen in Zandvliet. En we voelen dat dat ook geapprecieerd wordt. Ook vandaag willen we een muzikale noot toevoegen aan deze gebeurtenis. De werkgroep 150 jaar, u heeft ze vernoemd, heeft het idee opgevat om voor deze gelegenheid een mars te laten componeren. En de componist kreeg als opdracht om zich te inspireren op twee liederen die wij bij elk evenement ten gehoor brengen, namelijk Waar kunnen wij nog beter zijn? En Verbroedering zijn optimisten. De mars die kreeg dan ook de toepasselijke naam Mars der Optimisten. Straks gaan we die laten horen en ik hoop dat jullie ons vertellen of ze goed is of heel goed. Ik heb een aandenken voor jullie. Ons feestmagazine, KFVZ Feest, met heel wat anekdotes en de tijdslijn van 150 jaar verbroedering, als ik u dat mag overhandigen. Dankjewel. En wat wij ook bij hebben, is een boek van 150 jaar oud. Waarin op de
Het is maar hoe dat men mij afgeeft, hè. Ik lees het heel even voor. Het jaar 1868, den 15 juli, ten 7 uren 's avonds. Dan is het allemaal begonnen. En dan is deze boek gestart, of dit boek gestart. En ik zou heel graag hebben dat op de eerste maagdelijke bladzijde dat de leden van het districtscollege iets schrijven en dat is nog van het feest. De factuur. Die moet ook stiekem getekend worden. Terwijl de muzikanten zich klaarmaken voor de Mars der Optimisten, stel ik voor dat jullie er iets inschrijven in onze gouden boek. Ik zal de datum nog opschrijven.